Mij spreekt bij het woord energiereductie in de bouw met name aan dat je heel praktisch kunt laten zien dat je bijvoorbeeld een baksteen, gewoon stomweg een baksteen, dat je die ook kunt gebruiken met zonneceltechnologie erin. Iets waarbij mensen misschien zeggen, waar heeft hij het nou over? Nee, maar zo praktisch is het. Dus niet zozeer een groot programma met allemaal regels, maar heel tastbaar kijken, wat kun je doen? Onze organisatie, Bouwend Nederland, de werkgevers in de bouw, is verbonden met het departement, met organisaties die het klimaat een warm hart toedragen, die ideeën hebben in technische zin over energiebesparing. En juist die verbinding, dat contact van ons allemaal met de gewone bewoners, dat maakt het zo spannend, omdat je weet dat je er met elkaar iets voor moet doen. De grootste kans die het Lenteakkoord biedt voor de bouwsector is dat we als het ware uit het laboratorium komen en de werkelijkheid ingaan. Gewoon normaal een kantoorgebouw in, een ziekenhuis, een woning en aan de slag. Ja, dat is wat we allemaal uiteindelijk willen. Je kunt het meten, je kunt het vasthouden en dat is ook de charme ervan. Voor Bouwend Nederland wordt hier een enorme kans geboden om te laten zien dat wij wel degelijk groene vingers hebben. Dat er heel veel werk in zit. En dat het als het ware niet iets is van een vechthouding met iedereen die weer eens een keer iets roept over een andere maatschappij. Maar dat wij inderdaad die letterlijk en die andere samenleving ook kunnen helpen bouwen. De vraag of de werknemers en de werkgevers in de bouw ook die kans zien, is terecht. Ja, uiteindelijk vragen ze, wat schuift het? Het schuift. Het is niet alleen maar een plan en beleidsregels. Het gaat concreet over tastbaar werk en dat is uiteindelijk toch belangrijk in de bouw.